Speelt 2-2 tegen Des. Maar je hebt er eigenlijk niks aan. Nou ja, we hebben een punt. Kijk, we hadden natuurlijk gehoopt op meer. Je hoopt vandaag 3 punten te pakken. Hele zure eerste helft. Gelukkig vlak voor rust nog een penalty waardoor je toch weer de wedstrijd in komt. Ja, in de tweede helft hadden we het gewoon over de streep moeten trekken. Maar dat is de situatie waar we in zitten. Het is moeilijk. Pech, binnenkantje paal. Allemaal assist net niet. Ja, dan gelukkig valt die 2-2 wel. Dus dan ben ik blij dat we toch nog een punt pakken. We zitten in een fase waarin het moeilijk gaat. Het komt allemaal niet vanzelf. En als je van een 2-0 achterstand toch weer terugkomt op 2-2, doe je iets goed. Maar we moeten onszelf gewoon eerder belonen. Even terug naar de laatste ledenvergadering. Daarin werd bekendgemaakt dat jij aan het eind van het seizoen ASV gaat verlaten. Dat klopt. Wat zijn jouw plannen? Dat is een goede vraag. Ik heb niet per se plannen nog. Er lopen lijntjes, er zijn gesprekken. Vertel. Ja, dat is nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Kijk, de carousel is in gang. Ik loop hier nu, dit is mijn derde seizoen. Als je gewoon kijkt naar wat je de afgelopen 2,5 jaar nu hier neergezet hebt. Van per ongeluk, ze zijn ineens kampioen en ineens in de derde klasse. En als je dan kijkt hoe we er nu op staan als club. Hoe de club gegroeid is, de eerste selectie gegroeid is. Er een tweede selectieteam is. We een mooie staf hebben staan. En ik denk dat we gewoon hele goede stappen hebben gezet binnen de club. Maar ja, dat bedoel ik ook een beetje. Je hebt het zo lekker aan het draaien op dit moment. Ja, maar ja, goed, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon tijd voor vers bloed. En ik stop er liever mee op het moment dat het gewoon lekker loopt. En het een natuurlijk moment is om het over te dragen, dan dat je te lang doorgaat en het een beetje zuur wordt. En ik denk dat we gewoon de perfecte omstandigheden hebben om gewoon nog in ieder geval de tweede seizoen zelf een goed seizoen van te maken. En daar heb ik gewoon alle vertrouwen in. En dan denk ik dat het gewoon mooi is dat er een nieuwe trainer komt met nieuwe ideeën en nieuwe visie.